De Deventer-moordzaak is met zijn justitiële dwalingen en het plots opduiken van nieuw belastend DNA-materiaal op zijn minst controversieel te noemen. De beelden van Ernest Lauwers, die in de rechtbank in de houtgreep genomen wordt, gaan heel Nederland over. Hij wordt voor de tweede keer veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Lauwers verdwijnt weer achter de tralies. Er ontstaat een tweedeling in de maatschappij. Zij die denken dat Lauwers schuldig is en zij die denken dat hij onschuldig is. Opiniepeiler Maurice de Hond gaat zelfs zo ver om openlijk te speculeren wie de moordenaar in zijn ogen wel is. Hoeveel procent zeker weet je dat Michael de J. de moordenaar is? Ik ben ervan overtuigd dat hij de moordenaar is. 100% is dat? 99,9 tot 100%. Terwijl Ernest Lauwers zijn straf aan het uitzitten is, ontstaat er langzaamaan een waar mediacircus rondom deze zaak. Ik ben ervan overtuigd dat hij de moordenaar is. 100%? 100%. Onder aanvoering van Maurice de Hond wordt er flink gespeculeerd over de betrokkenheid van de klusjesman, Michael de J. En dat is zo'n hyperig verhaal geworden dat heel veel mensen dat gingen geloven. Ja, met een absoluut hoogtepunt natuurlijk het feit dat Maurice de Hond het Openbaar Ministerie zover heeft gekregen om het graf van de weduwe weer open te laten maken. Op 9 november 2006, Lauwers zit alweer 2 jaar vast, laat het Openbaar Ministerie het graf van Jacqueline Witteberg openmaken. Dit wordt gedaan op verzoek van Maurice de Hond. Hij is ervan overtuigd dat Michael de J. het moordwapen bij de kist heeft achtergelaten. Ja, een opiniepeiler, een televisiemaker, iemand die geen enkel gezag heeft op rechtskundig gebied, die zegt, deze zaak klopt niet, ik heb deze aanwijzing en ik wil dat u nu het graf open gaat maken, want er zou wel eens een wapen in dat graf kunnen liggen op de kist. Ja, en toen was de media-hype inmiddels zo groot dat die begraafplaats werd omzoomd door camerawagens, satellietwagens, journalisten. Alles en nog wat was daar. En ja, uiteindelijk aan het eind van de dag werd er geen wapen gevonden natuurlijk. In plaats daarvan is er in dat jaar wel opnieuw DNA-bewijs. Er wordt een vernieuwde techniek toegepast op een nagel van de weduwe. Het DNA-spoor dat in dit onderzoek naar voren is gekomen, past voor een gedeelte in het DNA-profiel van Lauwers. Het DNA-profiel van de klusjesman, die vrijwillig ook zo'n onderzoek liet uitvoeren, komt op geen enkele manier overeen met het DNA-spoor op de nagel van de weduwe. Hiermee verandert er dus niets aan de situatie van Ernest Lauwers. Hij zit inmiddels alweer 4 jaar vast als hij samen met zijn advocaat opnieuw een herzieningsverzoek indient. Maar deze wordt afgewezen door de Hoge Raad. Ondanks het mediaverbod, gedurende zijn detentie, verschijnt Lauwers na jaren toch even voor de landelijke camera's. Nou, in de eerste plaats, u weet dat ik in beginsel niet met de media mag praten. Maar goed, ik neem aan in dit geval, met deze uitspraak, dat er wel een paar woorden vergund zijn. Ik ben kort, even heel helder. Er zijn 2 mensen die weten dat deze beslissing van de Hoge Raad een 100% foute beslissing is. Eén daarvan is de moordenaar van mevrouw Wittenberg en de ander, dat ben ik. Dat is een typisch ingestudeerd momentje. Klinkt lekker. Ik denk niet dat ik mij als misdadiger laat wegzitten. En we zullen aantonen dat hier agenten hebben gelogen, dat de documenten zijn vervalst. Maar waarom en dat er gigantisch geknoeid is. En gebeurt ook hetzelfde, namelijk eerst het feit ontkennen, daarna de persoon die dat feit heeft ingebracht in discrediet brengen. We zullen aantonen dat hier agenten hebben gelogen, dat de documenten zijn vervalst. Maar waarom en dat er gigantisch geknoeid is met zogenaamd sporenmateriaal. Mensen hebben gelogen, documenten zijn vervalst. Dat klinkt als een soort complot. En dan later zegt hij het wordt geknoeid. Dat er gigantisch geknoeid is met zogenaamd sporenmateriaal. Wat nog eventueel uitgelegd kan worden in vernoeien, dat doe je niet expres. Maar over het algemeen, zijn eerste reactie is dus, ik word hier erin geluisterd. En we zullen aantonen dat hier agenten hebben gelogen, dat de documenten zijn vervalst. Wat op zich niet een hele geloofwaardige stelling natuurlijk is, want waarom zou een politie je erin luizen? Maar ja, er zijn wel voorbeelden van tunnelvisie. En dat mensen proberen het bewijs in een bepaalde positie op te lijnen, zodat het lijkt dat iemand het gedaan is om klaar te zijn met een zaak. Ik hoop dat iedere kijker en ook u eens beseft dat wat mij hier overkomen is, dat in dit land, met dit beleid, met dit soort mensen, ieder kan overkomen. De heer Lauwers,
gecontroleerd op allerlei zaken. Veel oog voor details. Faked hij dit? Of is het nou de werkelijkheid en faked hij dit niet? Een heel interessant verschijnsel wat we soms tegenkomen is dat mensen iets wel hebben gedaan, maar vervolgens zeggen dat ze het niet hebben gedaan. Nou, we kennen dat natuurlijk als liegen. Dan weet iemand ook, ik heb het wel gedaan, maar zeg toch dat hij het niet heeft gedaan. Maar een ander verschijnsel, dat heet logening in de psychologie. Dan maken mensen iets voor zichzelf weg. Dan zeggen ze, ik heb het wel gedaan, maar het past zo niet bij mijn karakter. Dit kan ik toch haast niet gedaan hebben. En dan overtuigen ze zichzelf dus eigenlijk echt dat ze het niet hebben gedaan. Dan zijn ze er ook van overtuigd dat ze het niet hebben gedaan. Logening heet dat. Fascinerend verschijnsel. Faking it specials.